zijn live. Welkom. Dankjewel. Ja, is Sebastian en Chat. Van de Startup Mix. Ja, yes. Ja, zeker. Geweldig. Voordat we iets over gaan vertellen, ik heb een tasje met bier. En appelsieder. Dus voor ieder wat wils. Top. Nou, deze hier mag jij ook kiezen. Ja, dus de Jills. Ik wel dit. De rode, de red one. Ja. Oké. Raspberry. Hier. Raspberry. En ik heb deze nog voor je meegenomen. Dus wel, anders moet je met de tanden. Is wel heel mannelijk, maar ik weet niet of het aan het raden is. Dat is natuurlijk een dingetje. Waar is het vroeger? Ja, denk top. Ik. Hey, en Ipa, jij. Lekker. Ja. Je mag kiezen. De Jopen, mooie Nel Ipa of de Spicy Roger? Doe die maar. Ja, hè? Ja, Jopen, lekker. Hè? Ja, dat zeiden ze al. Ze van, dat is een echt een hele fijne. Ja, die Nel die is mooi. Ja, toch? Ja, zeker. Dat is echt zo cool, dit. Hoppakee. Lekker. En dan ga ik eens even met je meedoen. Een Ipa bier. Er is ook een beetje weer voor IPA bier. Absoluut. Op dit moment. Ja. Zeker. Ondertussen zeg ik welkom iedereen op Facebook en dadelijk ook op Spotify, op Vimeo, YouTube en natuurlijk LinkedIn. Kijk, dus nou niet twee vingers schuin, maar ja, weet je, het gaat om het idee. Hè? Daarom. Toch? Ja, dan kan een dikke vinger zijn. Ja, precies, ja. 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 Nou, in mijn geval luk ik dat totaal niet, hoor. Nee, dan moet ik nog even doorgaan met schuim. Ja, toch? Deze komt dichtbij. Ja, die komt dichtbij, hè? Nou, top. Ik doe het even zo voor de... Nou, normaal zitten we altijd met twee personen. Nou, gezellig, nu met z'n drieën. Maar dan moet wel even wat ruimte maken, denk ik, voor bepaalde dingen. Ja, super. Zou je deze naast je kunnen zetten, dat ding? Op de grond? Ja, doe maar op de grond. Kijk, dan hebben we even iets meer geluid. Dat is ook wel even fijn. Nou, proost op een mooie uitzending. Yes. Ja. Cheers. Gaan we duiken in de wereld van de Startup Mix. Kun je zelf... ik heb altijd bij een soort netwerkclub gezeten. En waar ik nog steeds heel erg fan van ben. BNI, Beni. En dan hadden we altijd een soort 60 seconden pitch. Ja. Als ik jullie vraag om je bedrijf binnen 60 seconden te pitchen, gaat dat lukken, denk je, of niet? Ik denk dat het wel lukt. Ja? Nou, begin ik bij jou. Doe allebei 60 seconden? Ja, alle twee. Ja, joh, pak je tijd, hè? 60 seconden. Ja. Oké, ik moet beginnen. Ja. Gaan we de aftimer of? Ja, Nee. Startup Mix is een bedrijf met het doel om jonge talenten te enabelen om de circulaire economie te veranderen. Ja. Dat doen we door middel van circular fashion games, circular innovation games, waarin we ze de kans geven om aan echte projecten te werken, echte vraagstukken van echte corporates. Ja. Om op die manier te leren hoe je van probleem tot ideevorming, tot concept, tot oplossing, tot uitvoer gaat. Ja. Tegelijkertijd kunnen corporates en bedrijven hun circulaire uitdagingen outsourcen en kennis maken met aankomende nieuwe talenten. Ja, duidelijk. Nou, duidelijk. Kom ik daar bij jou over terug. Ja. Nou, ga ik naar jou toe, Bastiaan. Ja. Ja, dan gaan we aftuigen. Oké, we zijn begonnen. Ja. Nou ja, inderdaad, Startup Mix is een bedrijf dat begonnen is als een academische spin-off. Ja. Eigenlijk als alternatief op de traditionele leerweg, omdat onze oprichter ook vond dat er veel te veel talent en tijd verspild wordt op universiteit en dergelijke. Omdat heel veel studenten geen aansluiting vinden met de praktijk als ze klaar zijn. Ja. Dus heeft hij zijn eigen alternatief daarop ontwikkeld en daar staan wij 100% achter. En dat is inderdaad wat Chad zegt, de Circular Innovation Games. Ja. Waardoor we studenten, starters en bedrijven verbinden met elkaar om echt van probleem tot concept te werken en aan real world problems te werken. Ja. En volledig richting circulaire economie, omdat dat gewoon de toekomst is. En nou gaan we eens even, dank daarvoor, super. Dan gaan we eens even naar de... Nou, Jip en Janneke taal. Wat is circulaire economie? We leven nu in een lineaire economie. Ja. Dat moet je eigenlijk zien als make, take, waste. Dus jij, een bedrijf maakt iets, jij koopt het, je gebruikt het en vervolgens gooi je het weg. Ja. Bijvoorbeeld een telefoon, na een tijdje wordt er geen software update meer gedaan omdat het model verouderd is, waarmee dat bedrijf jou eigenlijk dwingt om een nieuwe telefoon te kopen, terwijl dat ding misschien nog wel heel bruikbaar is. Ja, precies. Dus eigenlijk is dat een lineaire economie waar de grondstoffen aan de ene kant erin gaan, die worden gebruikt en die worden daarna weggegooid en dus verspild. Ja. Want daar zit nog heel veel waarde in. En circulaire economie draait er eigenlijk om dat je
die grondstoffen aan de achterkant ook weer probeert te recyclen. Dus ja, optimaal gebruik probeert daarvan te maken. Maar ook aan de voorkant bijvoorbeeld van een productdesign na te denken over hoe je dat nou zo kan ontwerpen. Dat je het ook aan het einde makkelijk weer af kan breken en dus kan hergebruiken. Oh, dus eigenlijk met het milieu in het achterhoofd? Ja. Maar kan ik dat eigenlijk... Ja. Is dat juist heel goed is? Het is natuurlijk begonnen vanuit een duurzame gedachte, maar je kan er ook, het wordt steeds duidelijker, je moet me aanvullen als ik iets mis volgens jou, maar het wordt steeds duidelijker voor organisaties ook dat daar ook gewoon hele interessante verdienmodellen achter zitten. Ja. Bijvoorbeeld een Philips die heeft op een gegeven moment gezegd, wij gaan geen lampen meer verkopen, maar uren licht. Ja. Nou, dat soort voorbeelden zijn voorbeelden van een circulaire economie. Ah, okay. Omdat je gaat... In plaats van bezit ga je naar gebruik. Ja, ja, ja. Waardoor ja, je het materiaal dat daarmee gepaard gaat eigenlijk zo lang mogelijk kan gebruiken. Ja. En ja. Ja, ik denk inderdaad het belangrijkste onderdeel van een circulaire economie is dat je nadenkt over de resources die je gebruikt. Ja. Het product dat je maakt en het afval dat je daarmee creëert. Ja. En zorgt of probeert na te denken over hoe je dat hele keten in principe kan optimaliseren. Daar komt het. Is er een beetje wat, is er nou een voorbeeld van... Een bedrijfje maakt koptelefoons. Die in Amsterdam. Dan kun je per maand kun je een koptelefoon huren voor 10 euro. Ja. En als er dan een onderdeeltje kapot is, moet je naar hun toe mailen en dan krijg je een snoertje opgestuurd. Ja. Bewijzen van. Dus is dat ik een beetje... Ik ken het bedrijf niet, maar het klinkt als het bedrijfsmodel, als het verdienmodel waarin je niet meer een product verkoopt, maar een dienst. Ja. En dat is vaak het idee dat het heilige graal van de circulaire economie is. Ja. Want op het moment dat je een product verkoopt als bedrijf, ja, loont het economisch gezien om het product op zo'n manier te maken dat op een gegeven moment absoluut wordt, waardoor je dus een nieuw product moet kopen. Oh, ja. Okay. En dat zorgt ervoor dat we dus meer druk gaan uitoefenen op het klimaat en het milieu. En ja, precies. Maar wanneer je een dienst verkoopt, ja, zoals die Philips en zoals die dat bedrijf wat jij noemt, ja, het loont het als bedrijf om je product zo duurzaam mogelijk te maken, zodat je het zo lang mogelijk volhoudt. Ja, precies. Ja. Hey, maar is het dan zo dat de start-up mix eigenlijk, want dat is circulaire economie dus, ja, per definitie. Is het dan zo dat Startup Mix alleen maar voor bedrijven is die een fysiek product fabriceren? Nou ja, kijk, daar gaat het vaak wel over. Want tot nu toe gaat circulaire economie heel vaak over voorwerpen die je op je voet kan laten vallen. Ja, dat bedoel ik. Ja. 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 Dus in die zin ja. Maar goed, als er andere businessmodellen mee gepaard gaan, waardoor een bedrijf op een gegeven moment zegt, wij willen meer richting de service gaan, in plaats van echt productaanbod. Ja. Ja, dan kun je daar natuurlijk ook wel... Dan ga je move, dan maak je dan kun je daarin assisteren en dan kun je daarmee helpen als startup mix zijnde. Ja. Maar is dat wel... Sorry dat ik heel breed. Nee, ja. Het is wel een heel goede vraag. Zouden bijvoorbeeld dus bedrijven die aan die games meedoen, kunnen dat dan in principe alleen maar bedrijven zijn die een fysiek product maken? Precies. Ja. Dus zou een, even kijken, wat is een bedrijf dat alleen maar... Accountant? Zou een accountant alleen maar... Nou ja, een accountant wordt heel lastig, want die produceren niks. Dus ik denk dat die ook niet echt circulaire vraagstukken hebben. Nee. Ja, alhoewel, ja. Ja, dat is een goede vraag. Ja, maar kijk, en dan ga je dus weer richting de... Want dit is volgens mij... Een paar jaar geleden stond circulaire economie nog in de kinderschoenen. Ja. Nu wordt het steeds belangrijker, steeds meer gaat het ontwikkelen. En nu zie je bijvoorbeeld ook dat, doordat we vanuit die producten gaan redeneren om dat circulair te gaan maken, dat er ook hele andere accounting principles aan ten grondslag liggen. Ja. Hoe ga je een product waarderen bijvoorbeeld? Ja, precies. Nou, dat soort zaken komt daarna pas. Dus ik denk dat die service sector straks pas weer gaat ontwikkelen en dat daar zeg maar weer aanpassingen komen op het de circulaire innovaties in de productwereld die er dan liggen, zeg maar. Maar volgens mij zijn we nog niet zo ver. Nee. Ja, goeie vraag. Ik zou zeggen dat het belangrijkste is op dit moment bedrijven die een waardeketen hebben die fysiek is. Exact. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. Dat is... Hey, als je kijkt naar... wie is voor jullie het voorbeeld van het bedrijf met een product die die circulaire economie zo heel goed hanteert op dit moment? Zo, dat zijn er een aantal. Maar wie is de winnaar? Jij moet eentje kiezen. Ja, dat is een goeie. Ik noem maar gewoon een heel duidelijk voorbeeld, Swapfiets. Swapfiets? Ja, Swapfiets. Ja. Swapfiets is misschien wel de meest zichtbare op dit moment in Nederland. Ja. Ook een super jong bedrijf. Ook een bedrijf wat echt gestart is met van, hey jongens, we zouden het eigenlijk een keer moeten gaan doen. Ja. Zo is het volgens mij gestart. En ja, die hebben gewoon een heel slim concept bedacht, we verkopen geen fietsen, we bieden een dienst aan.
Ja, je kan precies. Altijd fietsen. Ja. En dat zorgt er inderdaad voor dat zij hun fietsen zo duurzaam mogelijk moeten gaan maken. Ja. Ze bieden enorm goede service. Ja. En je hebt altijd een fiets. Ja. Je hebt altijd een fiets. Ja, dat is wel... Ja, zwaar relaxed natuurlijk ook. Ja, dat is wel... En zeker als student zijnde, denkt van... Je zou denken, studenten die hebben geen 15 euro per maand om dat uit te geven. Maar studenten hebben altijd gewoon krakken met fietsen. Daar is altijd wel iets mee. Er is altijd wel iets met studenten fietsen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En uiteindelijk heb je dan dus toch wel die 15 euro erover om gewoon om die zorg niet te hebben. Ja, dat is heel slim. Ja, top. We gaan even kijken naar jullie... Ga ik nu het tasje bier even wegzetten. Mm-hmm. Het is hier bijna een soort kroeg. Ik voel me al een beetje... Hoppakee. Vind je wel gezellig? Ja, zeker. Toch? Ja. Nou, dat hoort ook zo, toch? Hey, we gaan eens even jullie website bekijken. Eigenlijk, dit is de hoofdwebsite, hè? De Startup Mix zelf. Ja, klopt. Maar je zei van, goh, Jacques, zullen we eens even hier naartoe kijken? De Circulaire Fashion Games. Ja. Weer de vraag natuurlijk, Jip en Janneke taal. Wat moet ik me hierbij voorstellen, de Fashion Games? Nou, hierbij moet je je voorstellen dat we een bootcamp organiseren. Ja. Een concept waarbij we studenten en starters in een team zetten. Ja. Die komen vanuit verschillende disciplines. Ja. Dus bedrijfskundige met iemand die rechten doet, een designer en een bioloog bijvoorbeeld. Ja. Die beantwoorden het duurzaamheidsvraagstuk van een bedrijf, doordat ze vanuit ons een programma aangereikt krijgen wat bestaat uit workshops, masterclasses en training. Ja. Op het gebied van businessmodellen, op het gebied van hoe ontwikkel je zo'n product, hoe zet je het in de markt, hoe valideer je dat, hoe pitch je ideeën. Ja. En daarbij gebruiken we eigenlijk de stappen van design thinking, dat is een innovatiemethode. Ja. En zodoende werkt dat team van probleem naar concept. Ja. En wordt dat uiteindelijk gepresenteerd op een finale. Nou, en dat zag je hier in het filmpje bijvoorbeeld. Ja, precies. En daar komen dan winnaars uit. En uiteindelijk is het doel daarmee om circulaire innovatie structureel aan te gaan jagen. Wat leuk. Ja. Dus heel concreet, bij de vorige Circular Fashion Games, afgelopen februari was dat toch? Ja. Hadden we, om een voorbeeld te noemen, Schiphol als een van de mensen die een uitdaging had. Ja. Die hebben... 600.000 medewerkers, die hebben allemaal werkkleding. Ja. En die werkkleding die verandert om de zoveel jaar van logo en of iets dergelijks. Ja, precies. En dat betekent dat ze elk zoveel jaar gewoon nieuwe werkkleding moeten maken. Ja, dat kost enorm veel geld. Ja. En dat kost enorm veel geld en dat kost ook enorm veel resources. Dus wat hebben wij gedaan? Van de studenten en van de ondernemers die zich hebben ingeschreven voor deze Fashion Games, hebben we twee teams daarop opgezet. Hey, dit is de uitdaging. Ja. Gaan we zoeken naar een probleem. En dit zijn de processen waar we je doorheen gaan brengen om erover na te denken. Dus je gaat eerst brainstormen, of je gaat eerst probleem definiëren. Je gaat daarna brainstormen. Ja. En daarna ga je een concept ontwikkelen en dat ga je pitchen. En gedurende die bootcamp krijgen ze dus de juiste experts, de juiste cursussen, de juiste workshops. Daar zorgen jullie voor? Ja. Oh, cool. Ja. Ja. Johnny, dat is de oprichter van Startup Mix, die heeft een enorm groot netwerk in de circulaire economie, in de innovatie wereld van Nederland. En ja, iedereen wil gewoon daar ook een handje aan bijdragen. Ja, ja. En ik vind het mooie, want ik ben zelf bij Startup Mix betrokken geraakt door mee te doen aan een innovatiegame. Okay. Wat eigenlijk het is begonnen als de Circular Innovation Games. En dit proberen we eigenlijk per sector aan de man te brengen, zeg maar. Dus zodoende ook bijvoorbeeld eentje voor de mode- en textielindustrie. Circular Fashion Games. Ja. Ik heb daar toen zelf aan meegedaan. En de energie die daar loskomt en de motivatie van mensen die die daaraan meedoen. En bereidwilligheid om... Ja. Echt problemen op te lossen. Want we hebben dit jaar bij die Fashion Games zaten er mensen uit hoeveel verschillende landen? 12. 12 verschillende landen. En echt van mensen van 35 tot aan mensen van 18 tot aan mensen van bijna 50 misschien wel eens. Ja. PhD'ers, start-ups, studenten, ook gewoon werknemers, mensen die in Brussel werken bijvoorbeeld. Ja. Dus van echt super divers. Maar allemaal met hetzelfde doel om gewoon echt eens een keer wat te gaan doen aan circulaire economie. Ja. En dat vond ik heel gaaf en dat merk ik terug in die energie die je daar van krijgt. Ja. En dan kom je gewoon echt tot mooie oplossingen aan het einde van zo'n week. En wat ik ook prachtig vond is dat ik daar kwam als
vreemdeling. Ja. En ik ging na zo'n week ging ik weg als beste maatjes met degene met wie ik die week had opgetrokken. En, ja, normaal, ja, je voelt je als het ware heel eventjes in een bubbel voor een week. En daarna moet je weer terug naar de realiteit. Maar heb je wel de motivatie en de energie om daar ook echt mee te gaan vlammen, zeg maar. En dat, dat maakt het eigenlijk. Dat maken wij los als Startup Mix. En daar ben ik wel echt trots op. Ja. Dat vind ik echt heel gaaf. Ja, cool. Ja. Hey, en als je nou laat zeggen, je hebt een heel gaaf idee. Wat helemaal past bij de circulaire economie. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Gewoon naar de site gaan en dan... wat is een vervolgstap? Laat zeggen dat ik nu het gouden idee heb. Dat ik denk van, nou, dit draagt echt bij. Maar wat doe je dan precies met een gouden idee? Nou, gouden idee, want dit is eigenlijk een... de fashion game is eigenlijk bedoeld dat mensen zich kunnen aanmelden met een idee, toch? Of niet? Nee. Oh. Eigenlijk begint het vanuit een bedrijf. Ja? Bedoel ik dan, begint het met een probleem waarvoor jij een duurzame oplossing zoekt. Oh, dus het bedrijf die zegt, dit is... Oh, ik begrijp het, die presenteert, dit is het probleem. En de mensen, daarmee ook een game, kunnen dan een oplossing zoeken. En dat is de game op zich. Precies. Ja. Okay. Dus die bedrijven die komen naar ons toe en zeggen van... Hey, wij willen eigenlijk hier eens kijken of we dit circulair kunnen maken. Ja. Dit productieproces bijvoorbeeld. Of dit overtollige voorraad aan kleding, wat Chad net zei. Precies. En dan komen ze naar ons toe en dan gaan wij samen met hen... dan hebben we een aantal afspraken waarin we de challenge verduidelijken. Ja. Dus we gaan... ik weet niet wat je wil zeggen. Dit is nu al een paar keer aan het gebeuren, wat je op de manier waarop je het nu beschrijft. Ja. Maar hoe het vaker in het verleden volgens mij meer gegaan is dat eigenlijk Johnny gezegd heeft, hey, ik ga gewoon een circular fashion games doen. Ja. Dat gaat gebeuren. Bedrijven benaderd heeft even gezegd, hey, ik heb geweldige talenten, die kan ik verzamelen. Ja. Die kunnen aan jouw problemen gaan werken. Ja. En wil je dat jouw problemen opgelost worden? Ja. Nou, dus die willen dat. Precies. Dus die gaan daar mee doen. Aan de andere kant komt er een landingspagina of een website of zijn eigen netwerk. Verzamel die talenten die hard hebben voor duurzaamheid, circulaire economie, super geskilled zijn en super gemotiveerd zijn. Om te zeggen, wil je echte problemen oplossen in de echte wereld? Ja, doe dan mee aan deze game. Precies. Hey, en het heet circulaire economie. Zit er dan, wat is het verdienmodel voor de mensen die eraan meedoen? De deelnemers of de bedrijven? De deelnemers. Ja, de bedrijven die krijgen natuurlijk de innovaties. Mm-hmm. Wat ze kunnen doorvoeren, dat begrijp ik. Maar de deelnemers? Het verdienmodel, ik denk dat is niet per se uit te drukken in geld, maar meer in waarde. Want je leert gewoon ontzettend veel. Je bouwt een netwerk op. Zijn er meer studenten dan die daar meedoen? Nee, studenten, starters van echt hele diverse achtergronden. Ja. Wat ik net zei, PhD'ers, mensen in Brussel werken, eigen bedrijf hebben. Gewoon voor een baas werken, maar ook of nog studeren. Oh, dus ze hebben al een soort inkomen, hebben ze eigenlijk al. En ze gaan hun brains inzetten hiervoor. Het kan echt heel divers zijn. Kijk, het kost een week of twee van een tijd. Ja, oké, dus wel ook afgebakend. Het is een eigenlijk normaal ga je op vakantie en nou ga je inzetten voor de goede dingen des werelds. Kun je het zo zien? En tegelijkertijd is het ook wel een enorme leerervaring. Ja. Wat je leert in zo'n game is, de waarde daarvan is sowieso super hoog. Ja. Als je het monetair uitdrukt. Ja. Maar het feit ook dat je... Ja, er is een bepaald type mens die hierop afkomt, die heel erg zich vaak begrensd voelen. Ja. Omdat ze dingen willen oplossen, dingen willen aanpakken en zichzelf willen inzetten en een creatieve geest hebben. Ja. En daar vaak gewoon geen ruimte voor hebben. Precies, je loopt tegen structuren aan van... Structuren aan van hun baan, van hun studio. Ja, begrijp ik. En nu krijgt ze de kans om daarheen te gaan en gewoon aan iets te werken. Ja. En daar worden ze warm van. En daar word ik ook warm van. Gebeurt het ook wel eens andersom dan? Dat iemand zegt, ik heb een goed idee en zoek het bedrijf er maar bij? Naar jullie toe of niet? Dat zou heel vet zijn als dat gaat gebeuren, maar ik heb dat nog niet meegemaakt. Nou, ik heb wel eens mensen gehad die dan contact met me opnamen en zeggen, hey, zouden jullie me kunnen ondersteunen met dit of dat? Ja. En dan probeer ik vanuit ons netwerk wat we hebben wel de linkjes te leggen, zodat zij verder op kunnen worden. Of we spreken een keer af, drinken een kop koffie en gaan het eens over hebben. Maar goed, dat is per geval zo verschillend. En welk bedrijf zoek je daar dan bij? Hoe goed is dat contact en dergelijke? Ja. En kijk, wij zitten natuurlijk wat dat betreft... We hebben, doordat we fashion games gedaan hebben met een aantal bedrijven... zitten die in ons netwerk. Ja. Maar uiteindelijk zijn we vooral op de trainerstoel gaan zitten, zeg maar. Omdat we dat netwerk juist hebben van experts... die een stukje van dat design thinking proces... Ja. Trainen aan de deelnemers die daar zitten. Dus begrijp ik. Op die manier kun je ze wel linken. Alleen de echte vertaalslag naar het bedrijfsleven, dat is
ja, daar loop je met een start-up zelf ook tegenaan. Ja. Dat kan gewoon af en toe hartstikke lastig zijn en dat ja, blijft lastig. Ja. Dus wanneer is de volgende? In Ethiopië, Los Angeles. Ja, okay. Maar dat is niet de volgende. Hè? Oh, wacht. Oh, nee. Sorry. Ja. De volgende is in september. September? Ja. Oké. Okay, en dat gaan we doen voor de Dutch Circular Textiles Valley. Ja. Dat is een initiatief waarbij ze vier regio's hebben in Nederland die allemaal hun eigen expertise hebben op het gebied van textiel. Ja. En dat willen ze helemaal circulair gaan maken. Dus ze hebben een soort van samenwerking en daarvoor gaan wij nu een Fashion Games lanceren. Om, leuk. Met die partijen aan de haal te gaan en daar echt circulaire innovaties op los te laten. En waar kunnen de briljante mensen van Nederland zich voor aanmelden? Kan het via de website? Dat kan, ja. Nog niet helemaal, geloof ik, want die landingspagina is in de making. Ja, wat je moet doen is, je moet de circularfashiongames.com moet je in de gaten houden. Ja. Startupmix.nl moet je in de gaten houden, maar vooral... Ja. En als je naar circularfashiongames.com gaat en naar beneden scrolt, kun je inschrijven voor een mailing. Dat is belangrijk. Helemaal hier. Ja, ja, hier keep, kun je inschrijven. Keep me tuned. En je kan onze social media kanalen, Startup Mix, ja. Circular Fashion Games, die kun je in de gaten houden. Daar, zodra het gelanceerd wordt, komt het daar allemaal op te staan. Wanneer gaat de alarm af? ik hoop nog in juli. In juli. Ja. Maar ik durf het gewoon niet te zeggen. Nee. Ik durf het gewoon niet te zeggen, omdat we gewoon van heel veel andere partijen... Begrijp ik. Dus, maar begin augustus, dan staat zeker wel wat van jullie over een dikke maand. Ja, dat kunnen top. We met zekerheid zeggen, toch? Ja, top. Top. Hey, dankjewel. Ik wil toch eens even kijken naar wie zijn jullie eigenlijk zelf als ondernemer? Mag ik nog één ding over de Startup Mix? Ja. Om iets dieper erop in te gaan. Kijk, de circulaire economie bestaat nog niet. Nee. In principe. Het bestaat, er zijn wel circulaire innovaties en oplossingen. Maar het is iets wat we aan het bouwen zijn. En iedereen is het aan het bouwen. Ja. Heel veel mensen zijn het aan het bouwen. Eigenlijk weten we nog niet hoe het echt eruit gaat zien. Nee. En om die reden moeten we heel veel experimenteren. Want hoe meer we experimenteren, hoe meer we oplossingen hebben. En dergelijke. Dus heel veel van wat er uit zo'n game komt, is niet altijd viable of rendabel. Nee. Maar dat is juist de bedoeling. Of niet de bedoeling. Dat is juist het leerproces. Het is een leerproces. Ja. Experimenteren. Dus al die dingen wat uiteindelijk niet rendabel wordt, daarvan leren we. Ja. En dat is informatie en kennis en research wat we uiteindelijk kunnen gaan gebruiken. Ja, begrijp ik. Dus die experimentering is echt heel belangrijk. Even als voetnoot. Ja. Belangrijk. Ja, precies. Top. Hey, wie zijn jullie eigenlijk als ondernemer? Dat is ook belangrijk. Daar heb ik eigenlijk iets voor. En voor de kijkers even kijken, denk van, wat Jacques is... zo groot geworden en hij heeft twee mini-mensjes naast zich. Maar dat heeft te maken... We zitten nu met z'n drieën. Normaal zitten we met z'n tweeën. Ik kan wel alvast verklappen. Het is wel leuk dat we over een dikke maand... gaan we de setting veranderen. Dan komen er podcastmicrofoons bij. Dat wordt heel vet. Want ik heb veel meer vragen gekregen voor duo's, trio's... die wat willen vertellen. Ik dacht van, weet je wat? Daarvoor staan die tafels er nu ook... wordt helemaal ingericht, zodat dadelijk iedereen zijn eigen beeldschermpje krijgt, zijn eigen drankje. En dus we zijn aan het groeien. Lekker man. Deze Startup Mix is ook goed zo. Van social media, toch? Ja, tof. Ja, ja, zeker het. Hey, ondertussen schenk er nog even bij. Lijkt me goed, ja. Ja, toch? Dus deze is voor jou. Heerlijk. Deze is voor mij. Hij is lekker. Kun je dat tegelijkertijd? Ik vind dat moeilijk. Tegelijkertijd. Ja. Nou, ik heb vroeger in een kroeg gewerkt. Ja. Dus toen moest je wel. Toen moest ik wel, ja. Of was het niet zo'n kon je toen ook met flessen zo... Dat kon ik toen wel, ja. Ja, dat kon ik. Ze vielen wel, maar ik kon het wel. Ik heb het wel geprobeerd. Een cocktailbar werkte ik inderdaad. Oh, nice. Ja, dat was echt super grappig. We gaan de taken een beetje verdelen. Ik heb namelijk een spel. Oh, ja. En dat heet Openhartig. Ken je het? Ja, dus, ja, ik heb het wel gezien. Ja, openhartig, hoppakee. En ik ga jullie, één is Memories, de andere is Go For It. Het zijn drie kaarten, dus één, die mag één kaart beantwoorden, de andere twee. Want we gaan het gewoon verdelen, ook qua tijd. Wie van jullie twee wilt Memories een vraag ervan beantwoorden? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja? Ja. Oké, okay, dat is deze voor jou. Dus wie is Bastiaan te Horst? Tom, tom, tom. Wat vond je lekker op brood toen je klein was? Ja, wat vond je lekker? Goeie vraag. Nou, gek genoeg schiet meteen te binnen dat ik kaas absoluut niet lekker vond en vind. Nee, hè? Nee. Oh,
Dat is echt voordeel, want ik had kaasstengels gekocht, maar ik heb ze per ongeluk in de kastje gelaten. Dus. Dat vind ik dus wel lekker. Dat vind je wel lekker. En plakjes kaas op een boterham. Dat, na afloop gaan we nog even aan de kaasstengels, dus ideaal. Klasse. Belangrijk. Nee, wat vond ik lekker op brood toen ik klein was? Dan ga ik denk ik toch voor de chocopasta. Chocopasta. Ja. Ja, beren goed. Dan komen we daar nog even op, chocopasta. Ik heb een verhaaltje over chocopasta in deze uitzending. Nou, hoe toevallig is dat? Of een duo penotti. Het is gewoon een setup dit. Connected. Precies. En Patrick zegt, hey, goedemiddag. Goedemiddag Patrick. Hey Patrick. Ik zit even te denken, we hebben deze stream nog niet direct gedeeld op jullie pagina. Toch? Nee. Startup Mix? Nee. Ja, klopt. Laten we dat even doen? Ja, misschien is dat even slim of niet. Dat gaan we het live doen. Kan je dat doen, want het is leeg. Moet je me even instrueren hoe. Ja, precies. Dan gaan we dat ondertussen. Als je naar Advertising Heroes gaat, de Facebook pagina. Zal ik ondertussen alvast Dan ga je een paar. Dat is heel goed. Ja. Dan hebben we de taken goed verdeeld. Okay. Advertising Heroes. Openhartig. Er is go for it. Wat was jouw favoriet op het brood trouwens? Mijne was... toen ik klein was, woonde ik nog in Irak. Ja? En mijn favoriete ding op brood was... Kemaag heet het. Kemaag. Het is een soort van slagroomachtige kaas. Ja. Er is niks wat ik in Nederland heb gegeten wat daarop lijkt. Ricotta lijkt er een beetje op. Ja. Maar het is gewoon super luchtig, heel zoet. Ja. En het is gewoon heel lekker. Kan ik dat ergens kopen? Ja, ik heb het dus in Nederland nog niet ergens gezien. Als je ergens een Koerdische winkel vindt, een Koerdische winkel, en je vraagt ernaar, kun je het misschien vinden. Oké. Maar zou je hem gelijk even een bericht sturen? Ja, dan moet je mij gelijk een bericht sturen. Ik weet zeker, liefde gaat door de maag. En dat zouden veel meer mensen moeten doen. Als je van een andere cultuur bent, dan zouden eigenlijk mensen hier van die eetzaakjes moeten hebben. Snap je wat ik bedoel? Want je proeft dan letterlijk de cultuur. Ja. Die zijn er helaas veel, maar meestal open ze shawarma-tenten. Dat, dat bedoel ik. Ja. Ik heb hem voor me. Oh, jij hem voor je. Ja, top. Dan gaan we dit dus even... Dan mag jij ondertussen de openhartige vraag beantwoorden. Yes. Ik kan echt multitasken, zie je dat? Is toch cool? Welke plek op aarde wil jij zonder meer nog bezoeken? Zo. Ja. Kies maar, Rajat. Vroeger wilde ik wel altijd naar een Shaolin-tempel. Oh, dat is cool. Dat leek me altijd wel. Ja, dat is echt cool. Van die super afgelegen plekken waar mensen alleen maar in de natuur zitten. Dat lijkt me wel heel vet. Ja, cool. Hij is gepost. Maar is dat wat ik... Ja, ik zou zo'n Chinese rijstveldachtige plek, weet je dat wel. Dat is gaaf, hè? Echt zo'n oude samurai film, scène. Ja. Dat zou ik wel willen bezoeken. Dat lijkt me wel vet. Kid, ging het ook weer? Ja. Nee, de Shaolin Temple. Dat was dus... Ik heb je ooit de film gezien, de Shaolin Soccer? Zoiets? Mm. Ja. Shaolin Soccer. Ja, briljante film, hè? Ja, geweldig. Ja, dus het is allemaal echt, hè? Wat je ziet is allemaal echt. Heb je hem wel eens gezien, Shaolin Soccer? Nee, ik heb hem nooit gezien, nee. Ja, hoe zeg je dit? Het is voetballen met superkracht eigenlijk, hè? Top? Heb je ooit... Voetballen met superkracht. Ja, toch? We hebben toch de laatste One Punch Man gekeken? Ja, zeker. Moet je dat voorstellen, maar dan met voetbal? Cool. Vet, ga ik even kijken, ja. Wie doet de laatste openhartige vraag? Ja, laten we gewoon afwisselen, toch? Dus dan ben ik aan de beurt. Oké. Even kijken. Welk talent waarover jij nu niet beschikt, zou je heel graag hebben? Ja. Ik zou graag piano willen spelen. Oh ja, mooi. Ja, want ik speel drums. Ja. En ik ben bezig met elektronische muziek. En ik mis daarin wel de skills om ook echt melodieën daarop aan te laten sluiten. Ja. Dus, en ik vind piano gewoon een super gaaf instrument. Is het ook. Dus dat zou ik graag willen kunnen. Wat zou je dan gaan aan Einaudi? Dat is heel klassiek inderdaad. Dat vind ik ook gaaf. Maar laten we eerst maar eens beginnen met akkoordschema's en zo. En dan gaan we eens even kijken of we dat überhaupt nog halen in ons leven. Want, ja, precies. Dat is wel next level natuurlijk. Nee. Maar ik vind Einaudi vind ik heel gaaf. Als er harmonie in zit, dan op een bepaalde goed. Manier, dan... mineur, zeg maar, vind ik nooit... Weet je, dat is altijd een beetje depri. En dat kan af en toe heel mooi zijn, maar echt die harmonieuze... Majeur muziek, dat vind ik echt gaaf. Ja. Krachtige akkoorden die gewoon direct emotie oproepen bij een luisteraar, zeg maar. De grap is, ik heb ooit, iedereen denkt wel eens na, moet ik even denken, een mooi bruggetje naar iets waar we het niet over hebben gehad, over de dood. Zo. Maar als ik ooit zou overlijden, dan is bij mij is Dans Macabre van Saint-Saëns, ken je die? Nee. Ik ken de naam, maar ik kan me even niet voor me...
Ja, ik zou je meteen... zijn jullie wel eens in de Efteling geweest? Ja. Spookslot? Ja. Dat is Saint-Chien, Dans Macabre. Oké. Wat een geweldig... dus daar komen alles bij elkaar. Viool, echt alles komt bij elkaar. Ja, dat is Hey, en voor jou? Wat voor instrument zou jij willen bespelen? Gitaar. Gitaar? Ja, ik heb trouwens zelfs ooit een gitaar gekocht heel lang geleden. Ik heb hem later zelfs weggegeven. En ik heb geprobeerd, ik heb mezelf geprobeerd het aan te leren, maar ik mis de finger dexterity, ik mis de gevoel voor muziek. dat is toch wel enigszins redelijke basis wel. Ja. Ja, en op een gegeven moment, weet je wel, ik probeerde online van die akkoorden op te zoeken en dat dan te leren en van die tabs dan. Dat je ja. Ja, nou... Dat wordt hem niet. Ik kwam ergens, maar op een gegeven moment... Ja, ik heb precies hetzelfde gehad. Ik ben gewend om zo'n stok vast te houden natuurlijk als drummer. En dan op een gegeven moment moet je met je gitaar, moet je echt die akkoorden... Soms heb je... Ja, ik speel dan deze kant op. Maar dan moet je zo je handen vastpakken en dan moet je snel kunnen switchen. Ja, dat is lastig. Ja. Lastig. Ik zou eigenlijk alle twee, piano en gitaar lijkt me wel gaaf. Het enige wat ik heb is een blokfluit. Ik heb blokfluitles gehad en daar was ik ook bizar slecht in, moet ik zeggen. Ja ik heb niet doorgepakt. Nee, ik heb het blokfluitdiploma, maar toen kwam ik wel achter, als je ooit voor een blokfluitdiploma gaat, je kan niet zo goed spelen, moet je een beetje achter in de groep gaan staan. je wint hem altijd. Nou, je krijgt altijd geen probleem. Dat hebben ze bij mij ook gedaan op de basisschool. Want ik begon met, we moesten dan zeg maar zo'n opvoering doen. En kom maar even wisselen, Pietertje. En ik begon met op de piano, dat vonden ze niet zo'n goed idee. Toen ging ik naar de drums, dat lukte ook niet. Op het einde stond ik op de voorstelling met zo'n triangel. Geweldig. Geweldig. Ja, dat bedoel ik. Hey, we zitten hier met de Startup Mix en we hadden het over hoe we eigenlijk op een goede manier de economie kunnen bedrijven zonder waste. Want dat is het eigenlijk, hè? Dat is de doelstelling. Ja, helemaal goed. Uiteraard. Ook omdat afval gewoon geld kost voor jou als bedrijf. Ja, altijd. Altijd. Maar weet je, ik vind het heel nobel streven. Even een hele andere vraag. Wat stemmen jullie dan? Zijn jullie GroenLinks? Ik vind stemmen sowieso heel lastig. Ja. Want op dit moment weet je het echt niet meer. Mooi bruggetje, hè? Van muziek naar stemmen. Ja, inderdaad. Nee, ik weet oprecht niet meer. Ik heb bij de vorige Tweede Kamer verkiezingen heb ik maar op de Partij voor de Dieren gestemd, Marianne Thieme. Niet omdat ik per se achter hen sta, maar omdat ik dacht, nou... Charles, zij verdient gewoon een plek. Ja. Zij als persoon verdient heel goed. Ik heb hetzelfde gedaan. Ik heb een hond. Mm-hmm. En ik stond met mijn hond voor het stemlokaal. En ik was op dat moment nog niet wat ik ging stemmen. En toen keek Bo, mijn hond, mij aan. Dacht ik, fuck, dat wordt gewoon de dierenpartij. Ik heb gewoon voor mijn hond heb ik de dierenpartij gestemd. Netjes. Ja, toch? Ja. Leuk. Ja. Maar qua intuïtie val ik wel grotendeels onder GroenLinks. Maar ik ben het op zoveel vlakken met ze oneens. Precies. Dat is altijd, weet je wel. Want je vult zo'n stemwijzer in. Ja. Dan denk je aan de ene kant, denk je, er komen partijen uit waar je wel enigszins in kan vinden. Maar ook weer totaal niet. Nee. En op andere vlakken vind je bijvoorbeeld meer rechts. En op andere vlakken vind je bijvoorbeeld meer links. Maar ik denk dat ik uiteindelijk... links-midden is een beetje mijn... Waar heb jij op gestemd? Ja. Ik heb... waar heb ik op gestemd? Zo is lang geleden. Ik weet niet. Ik stond er niet bij. Nee, dat klopt. Het was me. Nee, ik... volgens mij heb ik GroenLinks gestemd ook GroenLinks, wel. GroenLinks, Ja. Maar ik ben blij dat de dierenpartij dus. Ja, de dierenpartij. Ik ben benieuwd naar het klimaatakkoord. Die zou vandaag uitkomen, geloof ik. Ja, klopt. En ik ben benieuwd wat daarin staat en hoe ver dat... tot uiting gaat komen allemaal. Ik zag heel veel boze gezichtjes bij de NOS, bij de emoticons staan. Dus ik denk niet dat heel veel kijkers het ermee eens waren. Maar dat is toch altijd een hekel klimaat. Ja, dat is een heel cool hekel ding. Hey, stond de pers en mensen zijn het niet mee eens. Nee, precies. de bofkont. We hebben een bofkont deze week. Dat is, vorige week heb ik dit boek besproken, Niet te breken. Een heel gaaf boek, Sander Aartsman. Als je hem wil lezen, moet je eens even kijken naar mijn... LinkedIn, Facebook of op mijn website heb ik een boekreview van het boek. En ik heb Sander geappt. Ik zei, Sander, wat een gaaf boek. Wil je een cadeau geven aan een kijker? Wat ze moesten doen is, of luisteraar, kennis is kracht in de reacties. Mm-hmm. En Renata Vermeulen, ze was ook een gast toevallig van mij. Maar toeval bestaat niet. Die kijkt ook dat heel trouwe uitzending en die zei, dit boek wil ik hebben. En ze gaf ook uitleg bij voor haar vriend Jan. Omdat Jan die
Die is eigenlijk helemaal fan van dit soort boeken. En die heeft ook een eigen bedrijf. Ook heel leuk. Dus die is voor jou. Je kan hem komen ophalen of opsturen. Laat me het even weten. Renata. En niet te breken. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. En Sander, bedankt voor het weggeven van het boek. Want ik ga niet pronken met andermans veren. Ik heb het hier niet voor betaald. Maar Sander Aarts heeft het boek vrijgegeven. Dus stop. Klasse, Sander. Een ander boek. Boekbespreker van deze week is van merkdeskundige en meester. Ga ik even opvolgen. Meesterjournalist Erwin Wijman. En dat boek, zie je op de achtergrond, is Zo verkoop je alles. Hoe je reclame maakt waar iedereen blij van wordt. Ook, ik kan hiervan alvast zeggen dat ik heb ook contact gehad met Erwin. En Erwin die heeft, want dit boek had ik niet. En heeft hij 2 exemplaren beschikbaar besteld. 1 voor mezelf, want ik moest hem natuurlijk wel doorlezen. Maar ja, weet je, dan ben ik aan het doorlezen. En er komen de vingervlekken in. Ik zei, mag ik dan nog eentje extra hebben die ik kan weggeven? En dat mocht. Dus we hebben 2 boeken. 1 voor mezelf. Leuk, tof. Dankjewel. En de andere mogen ook weer weggeven. En dit boek is zo gaaf. Ik heb even wat aantekeningen erbij genomen. Het bestaat uit 15 hoofdstukken. Het is trouwens prachtig vormgegeven. Je kan echt zien dat het een reclameman is. Die is echt mee bezig geweest. Ik ga ze toch even noemen. Strategie. Verkopen, e-mail marketing, socials, personal branding, content marketing, events, online marketing, print, billboard, merknaam, free publicity, video marketing, webshops en inhakers. En wat hij eigenlijk doet, is dit is voor mij een feest van herkenning. Want normaal als ik een boek lees, dan per 100 pagina's duurt me dat 1 sigaar. Dus dat is mijn graadmeter. En, hoe groot zijn de sigaren? Ja, dat zijn best wel van die dikke sigaren inderdaad. Van kind heb ik even eentje mee om te laten zien. En deze heeft 350 pagina's. Dus je zou denken dat het 3,5 sigaar is. Ja, maar in 2 sigaren had ik hem uit. En de reden waarom, het is mijn vak. En het was een feest van herkenning van de klas. Als mensen nou eens vragen, Jacques, wat doe je nou als reclamebureau? Kan ik net zo goed zeggen van, nou, koop het boek van Erwin Wijman. En daar staat gewoon in wat ik doe. En voor klanten die niet zo'n reclame af weten, is het superleuk. Want je krijgt per onderwerp 7 tips waarom je het moet gaan doen. Waarom dit interessant voor jou kan zijn. Dus waarom moet je op Facebook gaan? Waarom moet je op LinkedIn gaan? Waarom moet je op Instagram gaan? Dus alles zit hier eigenlijk in wat als het gaat om reclame. Ja. Dat maakt het zo heel gaaf. Dus het is een echte aanrader. En eens kijken hoe lekker ik laat even van de kijkers zien. Voor de podcasters hebben we er even nou niks aan. Maar hoe lekker vormgegeven. En en op een of andere manier heeft hij een van mijn lievelingskleuren gebruikt, is magenta. Ik vind magenta altijd een mooie kleur. Dus daar heb je me ook alweer mee. Dus ja, daar ga je. Daar ga je. Mag ik een vraag stellen? Als ik niks weet over verkopen, marketing en branding, geeft het boek mij genoeg informatie om daarmee aan de slag te gaan? Ja, het is een soort catalogus om jou een sneak preview te geven van wat er eigenlijk in het landschap allemaal bezighoudt. Oké. Dus het geeft jou geen strategie, weet je wel. Het is niet zo van dat als je dit boek leest, dat je precies weet wat jij moet gaan doen. Tuurlijk niet, nee. Maar het is hij laat je zien, gewoon een etalage. Van dit is er, dit zijn de voor- en nadelen. Dit is er voor- en nadelen. En als je het boek hebt gelezen, dan denk je van, en dat heb je al een beetje tijdens het boek van, hey, wacht eens even, voor mijn product kan dit wel eens heel interessant zijn. Ja, precies. Je kan je eigen route bewandelen als je deze handvaten gelezen hebt, bedoel je. Ja. Voor reclamebureaus is het ook echt perfect om dit boek aan te schaffen. Want je zou voor jezelf een soort checklist kunnen maken en dat met je klant doornemen. Hè? Als je dus een intakegesprek met je klant hebt, dat je zegt, nou oké, dit is je strategie. Nou, deze dingen zijn allemaal mogelijk. Dus het is een heel goed overzichtelijk boek. En moet je voorstellen, voor €30 heb je echt een, en 2 sigaren. En 2 sigaren, ja. Maar die moet je zelf betalen. Ja, precies. Dat is wel een dingetje. Hey, ik heb hier even wat, pagina 281. Hoppakee, ga ik even naartoe. Even kijken, die is leuk voor jullie. We hadden het net over chocopasta. Duur panotti, 2 smaken en een potti. Waar komt de naam panotti vandaan? Wat denk je? Klinkt Italiaans. Ja, bedoel je inderdaad qua land of nog specifieker? Qua land. Ja, ik denk Italië inderdaad. Ik denk niet, maar het klinkt wel Italiaans. Ja, hè? Nou, het is grappig en dit zijn ook wat weetjes wat hierin staat. De naam Panotti staat voor Peters Notenindustrie Tilburg. Serieus? Toch geweldig. Ja.
Is, nice. Ja, op het etiket van Potti Panotti. Ja, dat is toch mooi. Mag dan ingrediënti neutrali staan. Het is gewoon hazelnootpasta die sinds 1970 wordt geproduceerd door Marcel Peters voor zijn oud recept van zijn grootmoeder. De maker van Panotti huist vandaag de dag in het Brabantse Roosendaal. Nou, dit soort feitjes ook in het boek. Nice. En een aanrader. Op dit boek kun je winnen. Wat je moet doen is een reactie zetten. Mijn slogan, mijn payoff, hashtag kennis is kracht. En volgende week vrijdag om 5 uur, dan heb ik alles even doorgekeken. Nou, 5 over 5. Maar dan denk ik van, nou, deze persoon mag het winnen. En die mag ik dan blij maken met het boek. Sterker nog, ik niet. Maar die maakt Erwin Wijman blij. Want ik heb 1 boek toegestuurd gekregen. Dus geef ik Erwin het adres van jou. En dan mag Erwin dit boek er ook naartoe sturen. Dus helemaal super. Top. Goed boek. Aanraden. Quote. Ik heb een mooie quote voor jullie. Ik heb hem speciaal voor jullie uitgezocht, want we hebben het over start-up. Er is er één voor ons. Ah, ja. Nice. Ik dacht dat wij moesten er één voor jou. Ja, ja, dat, nee. Dat dacht ik ook eigenlijk. Nee. Ik heb namelijk dat hier staat de Chinese use to brush strokes to write the word crisis. Dus Chinese use to brush strokes to write the word crisis. One brush stroke stands for danger, the other for opportunity. Is dat mooi? Ja. Dat crisis is eigenlijk door twee crisis strokes. Kans en ja. Ja. Ja, dus het woord crisis bestaat eigenlijk uit twee brushes, noem maar, strokes, twee facetten. Strijken. Strijken, juist, ja, twee streken, twee strijken, ja. En samen is er wel danger en opportunity. Dat is ook een beetje, dit heb ik voor jullie, ik dacht, dit past een beetje bij de startup mix. Ja. Dat als je voor iets begint, dat is altijd een soort danger, maar ook een opportunity. En, absoluut. Ja, en wat we ook hebben is... waar jullie eigenlijk voor staan, dat is toch ook eigenlijk uit een soort crisis ontstaan. Mm. Hè? Want milieu, dat is... of moet ik het niet zo zien? Nou, toch? Ja, zeker. Maar de echte crisis... ik denk, hè, als dit doorgaat zoals het nu doorgaat, dan komt de echte crisis pas. Want dan ga je het echt voelen, denk ik. En dan hè, op een gegeven moment, dan barst de hel los, bij wijze van. Ja. Maar... volgens mij met bijvoorbeeld dat klimaatakkoord en dergelijke proberen we er nog op tijd genoeg bij te zijn om echte crises te voorkomen. Ja. Maar ja, het brengt gevaar en het brengt kansen. Ja. Allebei. Ja. 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 Op twee niveaus inderdaad, want inderdaad. Ik wil even nog even. Hoe we nu met de economie en dergelijke omgaan, dat geeft gevaar. Ja. Maar het geeft ook enorm veel mogelijkheid om op een nieuwe manier naar onze economie en de manier waarop we handel drijven te veranderen. Ja. Maar tegelijkertijd in de game zelf is er ook een soort van crisis. Want er is het gevaar dat je aan iets begint en volledig afgaat en niks moois creëert. Nee, precies. Maar er is wel een enorm grote mogelijkheid om met andere mensen aan de slag te gaan. Ja. Iets super moois te creëren en dat meteen aan een bedrijf te kunnen aanbieden. Ja. Ja, en het mooie daarin is inderdaad, als aanvulling daarop is, vind ik, toen ik ook meedeed, maar dat zie ik ook terug in de games die ik dan zelf georganiseerd heb samen met alle andere mensen van Startup Mix. Is gewoon, de ruimte is er en wordt gecreëerd, de omgeving wordt gecreëerd om te kunnen falen. Ja, en dat precies. Vind ik echt heel nice. Want je gaat, als je een bedrijf begint, jij zult het misschien zelf ook wel meegemaakt hebben, wij hebben het zelf ook meegemaakt, je gaat gewoon een keer op je bek. Nou, één keer, en niet duizend keer. Ja, precies. 100% hoor. Zo werkt het gewoon in het echte leven ook. En dat maak je wel mee tijdens zo'n game. Want dan word je bijgestuurd of dan vraag je weer aan de expert die langskomt van, hoe kan ik dit nou aanpakken, hoe kan ik dat nou aanpakken? Ja. Zo werkt het in het echte leven ook. Ja. En dat zijn dus precies de dingen die je niet op een willekeurig normale studie meemaakt. Zeg maar. Want bijvoorbeeld, ik zelf heb een bedrijfskundige achtergrond. Om nou te zeggen dat ik echt de tools en dergelijke heb gekregen om met volle 100% zekerheid een bedrijf te beginnen. Wat heel vaak het stigma is. Ja. Nee, totaal niet. Nee. En ja, dat soort dingen leer je gewoon wel daar hoe het echt in de praktijk werkt. Ja. En dat is wel iets waardevols wat wij mee kunnen geven aan de mensen die meedoen, denk ik. Ja, waar ik heel erg tegenaan liep bij mijn opleiding zelf was dat je heel vaak dingen aan het simuleren was. Dus ga een bedrijfsplan schrijven en presenteer het aan een docent die jou gaat vertellen of je het goed of slecht gedaan hebt. Ja, bizar hè? En dat slaat eigenlijk op dit moment nergens meer op. Nee. Maar wanneer je een oplossing voor een vraagstuk creëert en dat aan je opdrachtgever presenteert. Ja, en die zegt, nee,
Ja. Dat is totaal niet wat ik zoek. Nee, nee. Maar zoek maar wat anders. Dat gebeurt ook wel eens. Ja. Dat is een heel andere... Ja. Dus je moet op de een of andere manier studenten en mensen die iets willen leren, die kennis moet je testen aan de realiteit. Niet aan de simulatie. Nee, nee. En daar geven de games een heel goede tool voor. Ja, wat grappig. En ik denk ook, wat ik tegen ben gekomen al die jaren, is dat je ego moet je echt thuis laten als je je kennis wil gaan ontwikkelen. Oh, ja, ja, ja. Dat is een mooi voorbeeld, hadden we net even over in het voorgesprek. Ik geef zelf trainingen, heel veel trainingen. Maar ik heb me voorgenomen, ik wil me laten trainen door de beste in elk vakgebied. Dus de beste voor Facebook, de beste voor LinkedIn, de beste. Ik heb de oproep gedaan op LinkedIn en Facebook. Waarom? Ik geef training en ik ga ervan uit, ik vind ook dat goede trainingen zijn. Maar ik weet zeker dat er altijd iemand is die jou nog iets kan leren. Ja. En ik denk, daar moet je altijd je ego thuis laten. Want dat moet je voor je klanten. Dat ben je eigenlijk je bent verplicht nooit aan je klanten. Toch? Nee, je bent dat verplicht aan je klanten. Dus, maar dat vind ik heel mooi. Ja, top. Nou, we zijn er mee eens. Crisis. Hè? Danger and opportunity. Zeker. Absoluut. De agenda. Hoe ziet jullie agenda er eigenlijk volgende week uit? De hoogtepunten? Volgende week? Ja. Mag ik even spieken? Ja, je mag spieken. Dat is tegenwoordig allemaal digitaal. Digitaal, precies. Ik probeer mijn brein te trainen om niet heel veel dingen te onthouden. Maar heel goed. Het op te zoeken als het moet. En daar ben je ook groot fan van. Ja. Dus het is tegenwoordig allemaal genoteerd. Ja, het probleem is dan als je telefoon leeg is. Dat je dan is je rug ook leeg. Dan is het klaar. Ja. Zeker. Ja. Nee, zeker maar. Waar zijn onze hoogtepunten? Wat is mijn hoogtepunt voor volgende week? Mag ik er twee noemen? Ja, tuurlijk. Ik ben net begonnen aan een nieuwe opdracht voor de dierenambulance in Nijmegen. Ja, cool. En volgende week hebben we de laatste bespreking voor het plannen voor het maken van een adviesdocument voor een communicatie. Ja. Dus dan gaan we alles wat we de laatste paar weken zeg maar, verzameld hebben aan informatie synthetiseren en daar een actieplan van maken. Ja. Ja. Dat vind ik heel leuk om te doen, want dan ga je iets concretiseren en het is een van de eerste keren dat ik een opdracht van deze formaat heb. Leuk. En de tweede is dat ik mijn ik host ook een podcast hiernaast en dat ik volgende week komt de nieuwe aflevering online en dat is eentje die ik heel leuk vond. Dat was met een organisatiefilosoof. Ja. Ik heb zelf ook filosofie gestudeerd en zij is een super praktisch ingestelde filosoof. Ja. En ik ben zelf ook heel praktisch ingesteld. Dus dat was een heel leuk gesprek om met haar te voeren. Ja, leuk. Daar heb ik zin in om die online te zetten. Kun jij hem dadelijk, als je hem terugziet, jouw podcast even in de reacties bij advertising hebben zitten? Dat mensen daarop kunnen klikken, dat ze jou kunnen volgen. Tuurlijk. Ja, leuk. Super. Ja, want het is, bij podcasters moeten elkaar luisteren met elkaar een beetje backuppen daarin, vind ik. Zeker. Ja, top. Nice. Ja, en jouw agenda? Mijn hoogtepunt volgende week is dat we een project gaan opleveren waarbij we een training aan het maken zijn om waardeproposities te creëren. Ja. Daar hebben we echt al weken tijd in zitten en dat wordt volgende week als het goed is afgerond. Leuk. Dus dat is lekker. Ja. Daarnaast ga ik me voor het Digital Parts Transfer project waar ik samen met Bernard mee bezig ben. Heb ik een filmpje van mogen maken ook. Ja, leuk. Inderdaad. Top. Daarmee ga ik beginnen om naar bedrijven toe te stappen en daar een haalbaarheidsonderzoek te gaan doen. Ja, goed hoor. Dus ga echt het veld in en mensen vragen wat zijn nou echt de problemen in jullie vakgebied en hoe kunnen wij dat gaan oplossen. Dus dat is ook superleuk. En aan het einde van de week sluit ik af met een lekker festival. Dus dat is ook... Wat voor festival wordt het? Down the Rabbit Hole. Ja, in, ken ik. Beuningen. Ja. Dat, de staat gaat er optreden, toch? Of niet? Ja, volgens mij wel. Ja, is een van mijn lievelings... bands. Ja, ja. Die komt ook uit Nijmegen. Ja, joh, het is echt zo. Ik moet zeggen, mijn vriendin hield er ontzettend van. En toen had ik nog niet zo erg van gehoord. Ik was met andere dingen bezig. En toen ben ik naar een concert geweest en sindsdien echt helemaal verkocht. Ja, dat was ook in Nijmegen. Heel tof. Staat als een huis, kan niet anders zeggen. Ja, en mijn week, hoe ziet mijn week eruit? Ik ben met Advertising Heroes, ben ik volgende week wat filmpjes aan het opnemen als testmaster. Ga wat dingen uittesten voor een bedrijf en dan gaan we leuke filmpjes van maken. Dat wordt hartstikke leuk. We zijn bezig met een reclameplan voor het Inspiratiehuis Arnhem. Dus hebben we net een enquête voor ingevuld en afgewerkt. We maken heel veel social media berichten en ik ben bezig met voorbereiding voor een nieuwe training. En dat is meer op social media alle dots met elkaar te verbinden. Dus
dat ik niet zozeer zeg van, goh, je moet MailChimp hebben of je moet Facebook of LinkedIn. Maar dat ik ze een soort customer journey laat zien van, oké, je hebt een probleem. Dit zijn de wegen die je moet bewandelen en dit is de softwarepakketten die je moet gebruiken. En zo kun je het implementeren en we gaan ook meteen iets live doen. Dus daar ga ik van week ook mee beginnen. Wat een drukke week, superleuke week. Lekker. En ik heb ook besloten, en mijn vrienden weten van, ik ga niet op vakantie, want we hebben het zo druk, zoveel leuke dingen. Dus dat is volgend jaar weer. We stuiteren nu echt van energie. Lekker. Top. Ja, toch? Dat is voor ons, dus dat betreft. Dat is wel lekker om te zeggen dat je niet op vakantie gaat omdat je te veel naar je zin hebt. Ja, maar dat is echt waar. Precies. Dat is echt waar. Ja. En wie kan nou zeggen dat hij een lekker biertje kan drinken achter een bureau met twee inspirerende mede-ondernemers. Dus alleen dat al is al Shout top. Jacques en ik, volgens mij. Ja. En een cidertje natuurlijk. Hè? Ja. Maar die 0% smaakt volgens mij 100%, toch? Of niet? Ja, het is een heel lekker Moet je nog eens? Ik heb nog wat voor je. Doe maar. Ja, hoppakee. Doe alsof je thuis bent. Dan heb ik deze nog. En voor jou gaan we het zelf. Wil je nou die andere proberen trouwens, het andere biertje? Ja, is goed. Ja, dat is dus ook belangrijk. Ja, weet je, ik vind gewoon dat zaken en plezier gaan samen. Zaken en vertier. Bier en vertier. Bier en vertier. Ja, hoppakee, doe ik zo even met je mee. Dus gewoon een hele leuke week. Hoe is jullie gaming skills? Hoe zijn die? Welke console? Dat is een beetje, beetje roestig, maar kick your ass. Ja. Ja. Nou, we gaan een console uit 1986 pakken. Nice. Ja. En de MSX. Ja, en ik weet je, en normaal is het zo dat één iemand gaat gamen. Dus wie van jullie pakt dit eigenlijk op? Wie Wat van gaan jullie? We spelen? We gaan Penguin Adventure spelen van de MSX. Ik word hier wel echt heel excited. Ja. Zal ik jou even, ik geef hem zeker aan jou. Ja, ik geef het even. Ik doe het één keer voor, maar meer over de button control. Ja. Even kijken. En ik zal je ook vertellen, niemand is verder gekomen dan level 3. Niemand. Okay. En ik heb volgens mij al 18, 19 afleveringen gehad, dus al heel wat. Maar niemand is verder gekomen. Verder wil je de druk niet opvoeren. Nee, verder. Dus ik verwacht heel veel van je. Ik heb de originele Metal Gear gespeeld op een MSX emulator. Ja, cool. Ja, ja. Was niet te spelen. Nee, was niet moeilijk, hè? Ik ben zelfs lid van de MSX Club in Nederland. Oh, vet. 25 man. Ja. Maar dan komen jullie samen en dan gaan jullie MSX spelen. Nou ja, weet je, ik ga er eigenlijk nooit naartoe. Oh, ja. Maar dat zou ik wel moeten doen. Maar ik heb het ook daarvoor prioriteit. Dit is een pingwing. Je bent een pingwing. Je moet met dit pookje gewoon naar voren. Want dan maak je speed. Ja. En als je op de X drukt, dan vlieg je. Je moet visjes vangen. En je moet binnen een bepaalde tijd. Ik kan even een hartje proberen te vangen. Maar dat lukt natuurlijk niet. Ja, shit. Bijna. Maar binnen een bepaalde tijd moet je bij de finish komen. Je kan voorstellen wat het anders... Nou, die ga ik nou niet pakken, want anders... Dus, maar dat is het. En waarom moet je die visjes vangen? Voor punten. Kijk, als je ziet, zie je extra punten. Hoppakee. Ja. Dus ja, dit is het. En dan proberen om voorbij level 3 te komen, want niemand ooit is gelukt. Nogmaals. En waar staan de levels? Dit is level 1. Ah, okay. Ja, dat merk ik hoor. Maar hij is net zo groot. Het is 200 kb, dit spel trouwens. Even echt? Voor de... Ja, briljant, hè? Ja. Oeh. Hoeveel heb je levens ook? Ja, je hebt ook levens. 3 levens. Oh, okay. 3 levens. En die hartjes zijn extra levens? Of, Nou, weet je, dat zou ik zelfs helemaal niet weten. Want niemand is ooit verder gekomen level 3. Dus de linker poke en de X. Dat zijn eigenlijk alles wat ik dat is het tweede. Ja, dat is het. Ik zal deze weer even opnieuw opstarten voor je. Video ik moet zeggen, ik heb deze game origineel. Maar het was voor mij niet mogelijk om de emulator zo te doen. Dit is veel beter beeld. Dus ik heb een emulator ertussen gezet. Maar, en ik denk ook naar... Zou het nou nog illegaal zijn, wat ik nu aan het doen ben? Want het is nou 1986. Zolang je het originele spel hebt, is het eigenlijk niet illegaal. Nee, hè? Oké, cool. Dacht ik al. Ik hoopte ik al. Maar alhoewel het ook wel heel grappig zou zijn als mensen wat van zouden vinden van het 1986 spel. Mensen, ik zeg het nu wel heel... resoluut. Heel resoluut, maar ik weet echt niet zeker. Nou, Konami, anders... sorry. Ja. Het is volgens mij illegaal om het te verspreiden, maar volgens mij is het niet illegaal om het te hebben. Oké, 1986 dus. Even kijken, je kan op de X drukken, dan kun je beginnen. En dan nog eens een keer X. Ja, wat gebeurt er nou als Shad voorbij level 3 komt? Dan maakt hij kans, dat is een hele mooie, op het gouden pingwing-ei. Die ga ik eind het jaar uitreiken. Oh, sick. Dus dat is toch wel een dingetje, hoor.
Ik maak snelheid. Ik ga sowieso snel, ja. Toch? Ja, ja, je gaat nu snel. Pak die visje. Oh! Ja. Nou, zoals je kan begrijpen is het eerste level om even om erin te komen. Wordt maar, snel moeilijk. Ja, en op de X blijven drukken. Ja. Oh, nice. Heb je nou een extra leven? Ja, ja. Nee, nee. Eigenlijk moest hij op de X blijven drukken. Dan blijf je een beetje omhoog. Maar ja, weet je, dit is ook ondernemen. Hè? Je maakt iets mee en dan de volgende keer heb je de ervaring weer. Verschillende hurdles waar je overheen springt. Precies. Hey, vind je, want jullie hebben het net over game gehad. Vind je ook dat een game is een soort... Is het ondernemerschap ook een soort game? Uiteraard. Ja, hè? Ja, het belangrijkste is gewoon doen. Soms. Gewoon doen. En ook al weet je de spelregels nog niet precies, ja. Ga het maar gewoon proberen en je komt vanzelf achter hoe de spelregels in elkaar zitten. Ja, dat is wel mooi. Vorige week had ik een quote, was imperfect action beats perfect inaction. Mm-hmm. Ja. Ik ben eigenlijk trouwens er niet mee eens dat ondernemerschap een game is. Nee? Omdat, kijk, een spel heeft een duidelijke definitie aan regels en een duidelijke definitie aan doel. True that. Ja. En als je het ondernemerschap beschouwt als het hebben van specifieke regels, ja? Dan ga je andermans leven leiden. Dus zeker zijn er bepaalde dingen die je beter wel kan doen en beter niet kan doen. En het is wel goed om te luisteren naar mensen die het voorheen hebben gedaan en daar ideeën over hebben. Maar een open wereld game zou dat niet kunnen? Een open wereld game heeft ook heel duidelijke regels. Maar het is wel grappig zo dat het voor het leven ook niet zo zijn. Is het niet zo dat kan het leven niet gewoon een grote open wereld game zijn? Maar dan een heel open wereld en heel veel variabelen. Nou, als je bedoelt of de wereld een simulatie kan zijn, ja, dat kan. Als je dat bedoelt, ja, dan ben ik heel erg. Ik snap wel waarom mensen niet verder komen dan level 3. Nee, ja. Dit is multitasking. Dit is multitasking. Dit hoort er dus een van de. Ja. Maar. En is het leven maakbaar? Ja, dat zeker. Zeker. Ja, als het leven maakbaar is, dan zou je mezelf nog uit kunnen stippelen. Het kan zeker ook zijn dat er vaste regels zijn, maar ik zou niet ervan uitgaan dat... op de X blijven drukken, ja. Dat, bijna. Dat eindige wezens die regels definitief hebben uitgezocht. Weet je, ik denk namelijk... Dat is het idee van religie, hè? Ja. En bij religie hebben we de spelregels uitgezocht, dus je hoeft niet meer zelf na te denken. Je hebt iemand de regels te volgen. Ja, precies. Maar zou het niet zo kunnen zijn... Ja, voor sommige religies. Ja, maar ik denk dat een religie, een paar variabelen wat je kan gebruiken. Als je daarvan afwijkt, dan gaat het niet goed. Maar wat ik denk, dat het leven is wel een game. Het ondernemerschap is een game. Maar dan een hele grote game die we nog nooit eerder hebben gezien. Met heel veel variabelen. Ja. En met een bepaalde mindset. And begin with the end of mind. Sorry. Wat zei je als laatste? Begin with the end of mind. Ja. Nog een keer? Begin with the end of mind. Dus je hebt een stip op je horizon waar je naartoe wil werken. Ja. En je neemt kleine stappen om daarheen te gaan. Ja. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Maar... Ja, inderdaad. En wat Chad zegt, daar ben ik het ook wel weer mee eens. Want stel, je hebt een open wereld game, dan loop je altijd te zoeken naar de grens van waar je nog kan lopen met je poppetje of niet. Ja. En dan loop je tegen zo'n soort van doorzichtige muur aan waar je niet verder kan. Ja. Ah, die is er niet. Nee, maar als je een bedrijf hebt, zeg maar. Ja, maar dat is de games die we nu kennen. Ja. Maar ik denk namelijk dat je het best wel is dat een game of het ondernemerschap bijvoorbeeld, je komt heel vaak dezelfde monster tegen. En als je hem één keer niet verslaat, dan kom je weer een keer tegen. En op een gegeven moment heb je een trucje gevonden. Oh, zo moet ik met die situatie omgaan. Ja. En dan ga je weer een leveltje verder. Ja, wat is dit? Wat zijn die deze dingetjes? Die moet je ontwijken. Oké, dat dacht ik. Ik ken de naam niet. Dit is level 3, hè? Ja, goed, hè? Ja, nu komt het. Hoor, dit. En ik zal je vast even vertellen. Je komt dadelijk een heel groot monster tegen. En dat grote monster, die zit daarvoor zitten allemaal paaltjes. En dan moet je voor elk paaltje... Nee. Voor elk paaltje moet je springen, dan ontstaat er een breuklijn. En als al die breuklijnen met elkaar verbonden zijn geworden, dan zakt het monster door het ijs. Echt niks begrepen van wat je daar zei. Nee, dat dacht ik al. Maar ik kom er wel uit. Maar dadelijk zie je de herhaling en denk je, oh, daarom heb ik level 3 niet gehaald. Nee hoor, je gaat het halen. Ik bedoel, daar gaan we gewoon voor. Want dan zou je de allereerste zijn, hè? Het gouden ijs, Chad. Ja. Ja, ah, nee. Er staat wel een spel in ik, hè? De reputatie van een start-up mix. Dus, die valt of staat met een goud ei natuurlijk. Ja. Maar je doet het wel echt goed, man. Ja, hij is goed bezig.
qua tijd denk ik dat moet lukken. Oh, oh nee! Ja. Ben je nog dood? Ja, maar je hebt nog twee levens over. Oh shit. Oh, ja, cool. Begin je nou helemaal opnieuw? Of? Nee. Weet je ook qua level wel opnieuw? Of? Maar toen al wisten ze van waar je was in 1986. Dan ga ik gewoon verder. Dat is toch geweldig? 1986. Ja, is echt heel oud inderdaad. Ja. Want wat is jouw bouwjaar, Basje? Mijn bouwjaar? Ja? 1992. Nee, nou, dit is... Toen was je nog niet zo'n ontwikkeling. Nu, wat moet ik doen? Dit niet. Wat ik net zei. Nee, okay. Ontwijken die dingen. Oké, ik ga niet uitleggen. Je moet die vlammen ontwijken. En dan heb je een paar paaltjes staan. Je moet voor elk paaltje springen. En dat er een breuklijn ontstaat. En als je breuklijn met elkaar verbindt... Springen? Ja. Ah, okay. Zie je? En als je de breuklijn met elkaar... Oh, nee! Dammit, ja. Het einde van level 4970. Ja. Nou, aan het eind van het jaar dan kom je achter van of je de meeste punten hebt. Want het is gewoon degene die de meeste punten heeft. Maar cool, je kan natuurlijk nu al andere? Verklappen of hij minder punten heeft dan de voorganger. Nou, weet je, dat weet ik wel niet meer uit mijn hoofd. Maar ik heb daar allemaal pingwings staan met allemaal cijfertjes erop. Ja. En daar kunnen we daar even spieken. Nice. Dus dat is wel heel grappig. Hey, even een vraag aan jullie. We hebben het even over muziek. Soms als ondernemer zijnde, dan maak je een uitdaging mee. En dan denk je bij jezelf, het leven is soms best moeilijk als ondernemer zijnde. En dan ben je echt helemaal down. Hè? Alle energie gaat uit je. En dan stap je in je auto, je doet je radio aan, dan hoor je dat ene nummer. En dan wordt die batterij, boef, ben je weer vol energie. Wat is voor jullie dat nummer? Oeh, dat is een hele goeie. Ja, het hangt echt van mijn stemming af, inderdaad. Ja. En ook wat je daarna gaat doen. Ja. Want op een vrijdagmiddag luister je misschien een ander nummer dan maar dan echt een nummer waar je echt maar energie, energizer. Ik denk dat ik dat haal uit John Miles, Music Was My First Love. Echt waar? Ja. 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 Dus echt, dat had ik nooit, dat had ik niet verwacht. Nee? Nee, is een vrij, maar ik begrijp het wel. Hij werkt wel naar een soort climax toe. Ja. En dan, maar dit is echt jouw energizer. Ja, dat denk ik wel. Nou, die komt, die van jou zet ik sowieso ook op de Moonshot. Ik heb op YouTube en op mijn website en op Spotify kun je zoeken naar Moonshot. En daar staat jullie nummer dadelijk bij. Dat zijn alle energizer nummers van alle gasten die tot nu toe zijn geweest. Nice. Dus even leuk. Ben benieuwd. Wat is jouw nummer? Ik heb best wel veel namelijk. En ik vind het echt lastig om eentje te... Het eentje wat ik echt heel chill vind is 24K van Bruno Mars. Ja, oh ja, ja. Maar die luister ik eigenlijk niet zo heel vaak in de auto of als ik op kantoor ben. Die vind ik wel chill aan uitgaan. Maar wat ik echt een heel chill nummer in de auto vind... Het is gewoon zoveel. Echt heel moeilijk, maar waar krijg je echt energie van? Dat als je dat nummer hoort, is dat 24K? Ja, maar het gaat niet per se om dat nummer, maar ik hou van die smooth, die vibe, funky die sound. Vibe. Ja, precies. Maar Michael Jackson, PYT bijvoorbeeld, ja. Young Thing, dat is ook hetzelfde, hè? Dan ga je gewoon. Ja. Laten we die maar erop houden. PRT. Pretty Young Thing. Ik ben nog steeds een groot Michael Jackson fan, dus helemaal met je eens. PRT, Pretty Young Thing. Die gaan we noteren. Volgende week... Is wel even leuk. Dan komt Patrick. Patrick Geerts. Ja, is niet even goedemiddag. Die komt als gast. En dan gaat hij wat vertellen over zijn automatiseringsbedrijf. Hebben jullie nog op- of aanmerken? Hebben jullie nog iets gemist? Wil je nog even iets in de eten gooien? Ik zit even te denken, maar... Ik zou iedereen oproepen die iets wil doen aan de wereld. Die dingen wil veranderen. Die heel veel wil leren. Ja, meld je bij ons. Meld je bij ons, inderdaad. Ja. Als je iemand bent die gewoon heel vaak ideeën heeft, maar ze daar nooit wat mee kan, dan moet je bij ons zijn. Ja, super. Heel goed. Nou, Startup Mix. Gewoon naar de site. Is. En naar de andere site. Nou, top. Hey, bedankt voor jullie komst. Ja. Yes. Nou, leuke gasten. Leuke discussie. Ja, tuurlijk. Ja. En jij succes met de podcast. Dank wat is de naam van de podcast? Het heet Vocast. En dat is een samenvoeging van Voca. En cast. En Voca is het gesprek in Latijn. Wat mooi. Ja, mooi. De Vocast. Met een K of met een C dan? Onze huisfilosoof. Met een C. Gewoon casting. Ja, cast. Ja. Oké, top. Hey, bedankt. En iedereen wens ik een heel goed weekend. Tot volgende week. Hoi. Yo, dankjewel.